Van harte welkom hier in de ADS online viering vanuit Harlingen. Welkom in onze vermaning aan de Zoutsloot, waar al vier eeuwen doopgezinden bij elkaar komen. En in steeds opvallender gebouwen, van schuur tot grote kerk. En sinds 1992, dus nu ook alweer 31 jaar, in deze schuilkerk. Ja, sommigen van u kennen de kerk waarschijnlijk wel. Anderen verbazen zich misschien, waar is nou die eigenlijke kerk? Nou, daar is hij, onze uitgeholde diaconiehuisjes. Dat is onze kerk. Welkom in deze dienst op de eerste zondag na Pinkster. Laten we de kaars aansteken, ten teken dat we samen zijn in Gods licht voor de wereld, Jezus. Jezus die ons uitnodigt om dat ook te zijn, licht voor de wereld. En met Gods geest vol energie en inspiratie moet dat lukken. Broeders en zusters, mag dit huis even ons huis zijn. Hier mogen we zijn, met al onze vragen en vreugde en twijfels en zorgen. Maar ook met een vermoeden van een dragende liefde, van een mysterie te groot voor woorden. Laten we daarom in stilte alles wat in ons hart en hoofd woelt, even van ons afleggen. En neerleggen voor die bron van liefde en leven, die ik God noem. Laten we ons zo in stilte voorbereiden op ons samen zijn met God. En God laat van zich horen. Vrede zij u en alle goeds van God, die trouw is tot in eeuwigheid, die als een kwetsbaar mensenkind dichtbij kwam, die als frisse wind het leven lucht geeft en nabij is
vandaag en alle dagen. Amen. En wij mogen antwoorden en zeggen dat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die bron van licht en leven is, die in ons gelooft, op ons hoopt en ons lief heeft en ons nabij is, hier en nu en voor altijd. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Goede God van alle mensen, van alle leven, hier zijn we samen in uw licht, gekomen vanuit een wereld die u zo mooi gemaakt hebt, maar waar wij een puinhoop van gemaakt hebben. Gekomen vanuit de samenleving die u zo goed bedoeld had, maar een maatschappij werd die piept en kraakt in haar voegen en gapende scheuren vertoont tussen groepen mensen. Goede God, is het te vergeven wat wij van uw mooie schepping gemaakt hebben? Wat wij uw mensenkinderen aandoen, alle leven aandoen? Dat wij uw schepping uithollen en uitbuiten? Goede God, we willen wel beter en we weten wel beter, maar toch willen we meer en meer en wel meteen. Minderen is zo moeilijk en een ander voor laten gaan ook. Vergeef ons, goede God, en help ons op uw weg. En u bent ons uit liefde allang te hulp geschoten. In uw woorden, in uw profeten, in uw mensenzoon Jezus, in uw geest. Help ons op uw liefde te vertrouwen en om te denken en om te keren naar u toe, naar elkaar toe, achter Jezus aan, naar buiten toe, om mensen een uitzicht en moed te geven dat het anders kan en te inspireren het ook anders te doen in saamhorigheid en solidariteit. Kom, Schepper Geest, raak ons aan in Jezus' naam. Amen. De lezing uit Matthäus 28, de versen 16 rond mij 20. De overleerlingen gingen naar Galilea, naar de berg dat Jezus haar ons zijn hier te komen. Doet ze hem zeggen, voelden ze eerbiedig voor hem del, maar de wie een ek won, die houden haar op een distantje. Jezus kwam dichterbij en zei ze haar: mij is alle macht doen in de hemel en op de aarde. Geen er dus op uit en maak je alle volken leerlingen van mij, doop haren in de namen van de Heid en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer haren alles nij te komen wat ik je me oplijn ha. Sjoch, ik ben alle dagen bij je me aan het eind van het tieren ta. Thank you.
Broeders en zusters, vandaag is het dus de eerste zondag na Pinksteren. Het begin van de groene, hoopvolle zomerperiode in het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt van oudsher vaak zondag Trinitatis genoemd. De zondag waarop de heilige drie-eenheid van God gevierd wordt. En dan is de kleur wit. Ik volg graag de kleuren van het kerkelijk jaar. Maar welke kleur deze dag heeft, hangt van de traditie af waarin je staat. Wit of groen? Weet je wat? We nemen ze allemaal. Hoppa! Zo. Daar zitten we niet meer mee. De Matthäuslezing die het ecumenisch leesrooster aangeeft en die we zo mooi in het Fries hoorden van Janneke daarnet, sluit aan bij zondag Trinitatis, waarop dus de drie-eenheid van God gevierd wordt. God als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Matthäus gebruikt de formulering bij de opdracht van Jezus aan zijn leerlingen om de wereld in te gaan en te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar dat zijn er drie. Ook bij Paulus, aan het slot van zijn vermoedelijk laatste brief aan de Korintiërs, klinkt het: de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Dat zijn er ook drie. Later pas is er een eenheid van gesmeed. God is één, maar in drie personen, de drie-eenheid, de heilige drievuldigheid zelfs. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Jezus goddelijk en de Geest, waar gaat die van uit? Nou, daar vochten ze elkaar vroeger de kerk om uit. Maar zitten wij daar nu nog mee? En moet dat nou zo moeilijk? Laten wij het eenvoudig weghouden bij het idee dat veel goeds in drieën komt. Prediker wist al dat een drievoudig snoer niet makkelijk te breken is. In het gebed Shema Israël klinkt het: hoor Israël, de eeuwige onze God is één. Heb God lief met hart en ziel en al je kracht. En Psalm 51 begint met de drieslag van goddelijke liefde: Ganan, Geset en Racham. Genadige liefde, trouwe liefde en moederlijke liefde. Paulus noemde de drieslag geloof, hoop en liefde. En zo zijn er nog zoveel meer drieslagen. Denk maar aan vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een verleden, heden en toekomst. En met hart en mond en handen liefhebben. En natuurlijk de driehoeksverhouding God en mijn naaste en ikzelf. En samen zijn ze ijzersterk. Waar het om gaat is de kracht, de inspiratie die ervan uitgaat. De kracht die het geeft, het geloof, het vertrouwen om op weg te gaan, te doen wat Jezus ons zegt. En dat doet me denken aan een verhaal dat ik las uit het boekje Verhalen van Levenskunst van Stefan de Jong. Het verhaal heet Primitief. Toen de bisschop met zijn schip op een afgelegen eiland aankwam, ontmoette hij daar drie eenvoudige vissers. Ze vertelden hem dat ze christenen waren. De bisschop wilde weten of zij het Onze Vader konden bidden. Ze hadden er nog nooit van gehoord. Maar wat bidden jullie dan? Vroeg de bisschop. De vissers antwoordden in hun simpele taaltje: wij zijn met ons drieën, u bent met z'n drieën, ontferm u over ons. De bisschop vond zo'n gebed veel te simpel, veel te primitief. Hij vond die vissers maar een stelletje halve heidenen en leerde hun daarom het Onze Vader. Na veel moeite lukte het de vissers dit gebed op te zeggen. En tevreden verliet de bisschop het eiland en voer weer verder.
Maanden later zag hij ineens 3 gestalten over het water lopen. Ze naderden het schip van de bisschop. Het bleken de 3 vissers te zijn. Bisschop, goed u gevonden te hebben. We zijn het onze vader weer vergeten. Leer het ons. De bisschop voelde zich heel nederig worden. Ga terug naar je huis en bid voortaan gerust. Wij zijn met ons 3. U bent met z'n 3. Ontferm u over ons. Tja, het gaat niet om de mooist of diepst doordachte theologische formulering. Het gaat om je geloof, je vertrouwen en waar dat toe kan leiden. Lopen over het water. Vol vertrouwen op Gods liefde en kracht en inspiratie kunnen we zoveel meer doen dan het gewone. Ruimhartig die extra mijl meegaan. Geduldig of uitdagend die andere wang toekeren. Soms 3-voudig, soms 30 of 40 of zelfs 100-voudig. En met God en Jezus voorbeeld gaan we ervoor, hoopvol de toekomst tegemoet. Jezus stuurt ons in zijn afscheidswoorden op weg met die boodschap van God om alle mensen tot zijn leerlingen te maken. Dus tot leerlingen van de liefde te maken. Dus kom, laten we mensen verbinden met elkaar als een quilt die troost en warmte biedt. Laten we kleurrijk samenleven met liefde voor vriend en vreemd en vijand zelfs. Met ruimte voor al die vreemde vogels en schapen van verschillende stallen, waarin alle mensen zich gehoord en gezien en gewild en geliefd weten. Daar is Gods Koninkrijk nabij. En we staan er niet alleen voor. We hebben elkaar en de geest van liefde en Jezus die zei, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Dus laten we gaan, vol vertrouwen, want jij bent nabij. Amen. Thank you.
onze gebeden bundelen in de woorden die Jezus zelf ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En laat ons niet alleen in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we elkaar zegenen met Gods onmisbare zegen. Ik zeg hem in het Fries, maar ik hoop dat hij in het Nederlands toch in beeld komt. En denk hem met me mee, dan zijn we met elkaar een gezegende broederschap, zusterschap, gemeente. Mij de dikjo in de meer te komen, mij de wien in de reg, mij je altijd oer al gaan. Mij God zinnen, die warm uit antlid strielen. De milde Rijn, die grijden bereinen, en ontwijn waar wij moertje, maar God je moertje in de holte van zijn hoorn. Amen. In Harlingen zeggen we altijd aan het eind van de dienst, als we uit elkaar gaan, we doven hier het licht, maar de warmte en het licht nemen we mee de wereld in. Thank you.